Vandaag twee Limburgse zogenaamde serial entrepreneurs in Zetalk Goossens. Davy Kestens is 24, trok een jaar geleden naar Silicon Valley in de States om er zijn IT-bedrijfje Twitspark op te richten en haalde hiervoor $1.250.000 op. En Bart Bex, samen met Maurice Engelen, de bezieler van Sonic Angel, de online platenfirma die Tom Dice op de radar kreeg, die gaat nu van start met Angel Me. Dat is crowdfunding voor startende bedrijven. Heren, jongens, welkom. Davy, eerst Twitspark eens uitleggen. Wat doet jouw bedrijf precies? Twitspark is een systeem specifiek gericht aan de grotere bedrijven, wat hen toelaat om heel snel en efficiënt te reageren op gesprekken en vermeldingen van hun bedrijf over sociale media. Simpeler uitgelegd wil dat zeggen dat als jij in de winkel staat of je hebt een probleem met mensen, dat je niet meer een half uur naar een callcenter moet gaan inbellen, maar gewoon via sociale media een berichtje kan plaatsen. En ervoor wij zorgen er dan voor dat die bedrijven dat snel oppikken en daar gepast op kunnen reageren. Oké, even concreet. Dus ik stap een winkel binnen, laten we zeggen de Apple Store, hè? En ja. Ik heb daar een probleem voor over. Dan kan ik meteen twitteren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Niet naar Apple, maar gewoon een hashtag Apple daarop zetten. En dan wordt dat opgepikt door dat bedrijf. Dat is de filosofie erachter. Ja, dat is het hele concept. Inderdaad. Maar hier in ons land is dat in ieder geval nog niet iets wat flink gebezigd wordt. Hè? Ja, dat is ook de reden waarom ik eerst naar de States vertrokken ben. Omdat daar zie je toch al dat sociale media en dergelijke ongeveer een jaar, anderhalf jaar voorloopt op de Europese markt. Maar hier in Europa zie je toch ook al serieus opkomen. Hier in België zelf heb je bedrijven zoals Mobile Vikings, Telenet en andere die al heel actief bezig zijn met sociale media en al aan het luisteren zijn en beginnen te reageren. Ook een paar van onze banken zijn er al mee bezig. En je merkt ook dat dat meer en meer aan het opkomen is. Mensen die wachten niet meer een half uur of drie kwartier aan de telefoonlijn. Er zijn al programma's genoeg van op tv geweest. En sociale media is nu iets wat iedereen in zijn zak zitten heeft en dus sneller en sneller aan het groeien. En daarom dat ik ook naar Amerika getrokken ben, omdat daar al elk groot bedrijf is er al mee bezig. Ja, maar wat doe jij dan precies met Twitspark? Wij leveren het platform, dus bedrijven kunnen sowieso op sociale media al gaan kijken van wat zijn mensen over ons aan het zeggen en daarop gaan reageren. Mm-hmm. Maar zodra dat ze dat in grote volumes beginnen te doen en daar een heel team op willen zetten, dan zijn er heel veel problemen die daarbij komen om dat team te schalen, zeg maar. Oké, wat is dan een soort probleem dat zij tegenkomen? Bijvoorbeeld als je meerdere mensen hebt die op sociale media of op Twitter zitten kijken wat zijn mensen over ons aan het zeggen. Mm-hmm. En ze gaan allemaal reageren op wat mensen over ons aan het zeggen zijn. En er is geen rechtstreeks controle of geen platform wat dat beheert over het hele team uit. Dat kan soms zijn dat drie of zelfs meer medewerkers gelijktijdig op hetzelfde gaan reageren. En natuurlijk als je dan vanuit één merk of zeg maar een bedrijf waar je mee aan het praten bent, vier reacties dezelfde of nog erger nog tegensprekende reacties binnenkrijgt, dan heb je natuurlijk wel een communicatieprobleem. Ja. Jouw programma is geënt op Twitter. Mm-hmm. En nog op iets anders? Momenteel is het volledig op Twitter, omdat we merken toch dat ongeveer 70-80% van de communicatie en echt meer klachten en feedback en vragen zich vooral op Twitter bezighoudt. Maar Facebook is hier natuurlijk ook wel serieus aan het omhoog komen en dat beginnen we ook eerder volledig te ondersteunen. Ja. Ja, want wat maakt jou zo zeker dat Twitter over 2 jaar nog bestaat? Die zekerheid is er niet, maar ik ben er wel heel zeker van dat het momenteel zo gestaag aan het groeien is dat wij voor de komende 2 jaar toch wel er heel wat mee bezig gaan zijn. Ja. Bart, bestaat Twitter nog over 2 jaar? Waarschijnlijk wel, hè. Ja? Ik denk het wel. Twitter is toch stilaan een fenomeen aan het worden. En er zijn heel wat platformen die tegelijkertijd groeien. Facebook is, we hebben het over Facebook gehad, dat is er één geweest. En dikwijls zie je daar een aantal bedrijven die elkaar opvolgen. Facebook is een beetje de opvolger van MySpace geweest. En MySpace was eigenlijk de opvolger van Friendster. En dan zie je op een bepaald moment dat er iemand zo'n groot marktaandeel neemt, dat die ook dikwijls wel blijft bij Facebook. Het is moeilijk om in te schatten wat dat binnen 5 jaar gaat geven, maar dat is toch blijven groeien de voorbije jaren. Twitter heeft ook zo'n enorme vlucht genomen. Dat model wat Twitter was, is wat geëvolueerd en dat blijft evolueren. Maar ondertussen is het toch al
vrij geïntegreerd middel geworden om te communiceren. En ik denk dat niet zozeer een probleem gaat zijn of Twitter gaat zijn of niet. Ja, maar zijn bedrijfsmodel is daar wel helemaal op geënt. Jouw programma's zijn geschreven in functie van Twitter, dus jij bent er nog redelijk zeker van dat dat gaat bestaan, want anders begin je er niet aan natuurlijk. Ja, absoluut. We zijn er pal op. En het voordeel natuurlijk ook van in San Francisco te zitten, dat is dezelfde stad waar Twitter zelf zit. Dus als wij gewoon s'avonds op café gaan, dan zitten we vaak samen met mensen die voor Twitter zelf werken. Dus we zitten ook rechtstreeks te communiceren met hen. En we zien het toch voor de komende jaren nog altijd blijven bestaan en zien groeien. Ja, ik vind het wel heel sterk wat jij zegt, want callcenters met telefonerende mensen, dat is verleden tijd binnenkort. Ja, dat vind ik toch wel heel ingrijpend. Zie jij het gebeuren, Bart? Ik denk niet dat die totaal verleden tijd gaan zijn, maar het is wel een andere manier om te gaan communiceren. Het voordeel van sociale media is dat het heel direct is en heel instant. Iedereen, je moet niet meer wachten om iets te gaan communiceren. Gaat dat nu alle callcenters plots doen verdwijnen? Er zijn ook mensen die gewoon rustig iemand aan de lijn willen hebben en geholpen willen worden. En zoals men dikwijls zegt, we overschatten misschien een beetje de korte termijn en we onderschatten dikwijls de lange termijn. Dat zal hier ook voor een stuk het geval zijn. Maar het is wel duidelijk dat Twitter en elke vorm van sociale media een heel belangrijk kanaal is geworden om feedback te geven. We spreken hier een stukje over klachten of ondersteuning. En om dat eigenlijk dan te gaan omvormen naar mogelijkheden. Dat wordt dan ook een saleskanaal of een communicatiekanaal. Ja, kan je dat even verduidelijken? Op het moment dat iemand op een bepaald moment zegt ik zit in een call of ik zit ergens, ik ben op zoek naar een of ander gsm-abonnement. Omdat jij nu net Telenet en Mobile Vikings aanhaalde, het kan zijn dat je dat tweet op een bepaald moment van kijk, was er nu maar zo'n abonnement? En dat kan je zien als een klacht tegen de een of de andere. Maar je kan die persoon perfect in een soort customer database gaan opslaan en zeggen van wat die persoon zoekt is eigenlijk iets wat wij wel zouden kunnen aanbieden. En in plaats van dat je dat gewoon als een vluchtige tweet laat gaan, kun je dat opnemen als een potentiële prospect. En op het moment dat dan jouw bedrijf wel een abonnement heeft, of dat er een nieuw product is, of iets dat erop lijkt, kun je die persoon gaan aanspreken van kijk, je hebt dat ooit getweet, kijk eens, we hebben iets voor jou. En dus op die manier kun je eigenlijk die feedback gaan omzetten naar sales leads en anderen, wat ook in callcenters ook gebeurt. Hè. Men belt dikwijls met een klacht en dikwijls als hij die goed begeleidt, kan er een oplossing uit gaan komen. Dus voor mij gaan de twee naast elkaar blijven bestaan en gaan die elkaar misschien zelfs gaan versterken. Ja. Misschien gaan de mensen uit het callcenter binnenkort de tweets opvolgen en de mensen direct gaan contacteren. Ja. Zijn er al bedrijven in Vlaanderen die jouw technologie gebruiken? Ja, absoluut. En nu dat we over callcenters bezig zijn, we hebben recent een partnership afgesloten met NLO. Dat is een van de grotere contactcenters van België. En zij gebruiken momenteel onze software voor onder andere Electrabel om op sociale media te gaan reageren op wat mensen erover aan het zeggen zijn. Dus als Electrabel reageert op Twitter, dan gaat dat via jullie technologie? Ja, inderdaad. Oké. Eens even kijken naar wat jij vandaag doet. Na Sonic Angel is er nu Angel Me. Dat is crowdfunding voor startende bedrijven. Crowdfunding, wat is dat nu weer? Ja, crowdfunding is een concept waarbij dat eigenlijk mensen een project kunnen voorstellen, meestal online naar het grote publiek. En dat het publiek mee, de fans en de consumenten, mee kunnen participeren in de financiering ervan. Om heel concreet even te gaan, waar we mee, omdat u het aanhaalde over Tom Dice. Dus Tom Dice op een bepaald moment was onze eerste artiest op het Sonic Angel platform. En in plaats van dat één platenlabel of één persoon zijn volledige productie financierde, hebben wij honderden mensen gehad die een klein bedrag ervan financieren. Dus een soort publieksparticipatie. We hebben zijn ongeveer iets langer dan twee jaar geleden begonnen met Sonic Angel. Begin van dit jaar hebben we datzelfde concept eigenlijk toegepast op film en tv. Mm-hmm. Vooral naar jonge cineasten, kortfilms. En we starten nu ook met documentaires. En dat loopt eigenlijk heel snel ook, vind ik. Dus we hebben dat maart, denk ik, gelanceerd en al de eerste projecten beginnen er ook in gefinancierd te worden. Er is eigenlijk echt nood aan publiek geld, want uit de banken komt het niet meer. Dan komt het eigenlijk een beetje op neer. Of op een andere manier alleszins. Dus wat er gebeurde is dat zeker dat startkapitaal ligt heel moeilijk in muziek. En in film ligt dat misschien nog wel moeilijker, omdat dat zeker de muziekindustrie is een industrie die het niet makkelijk heeft. Mm-hmm. Je hoort er veel rond en op een bepaald moment had men verwacht dat het digitale luik, Spotify en YouTube, dat het stuk de redding zou betekenen van de verminderde cd-verkopen, maar daar zijn we toch nog een tijdje vanaf. Dus is iedereen op zoek naar nieuwe modellen. Voor sommigen is dat
live muziek gaan spelen. Voor anderen is dat meer op rechten doen. We hebben een model gevonden waarin dat we de financiering op een andere manier gaan doen. Ja. En dat we ook de verdeling, een stuk artiesten, een stuk platenfirma of muziekconcept dat wij dan zijn, en dan een stuk naar het publiek toe. En datzelfde concept, we kregen eigenlijk heel snel een aantal jonge cineasten die zeiden, we hebben ook ongeveer hetzelfde bedrag nodig. Hè. Als je kijkt naar Sonic Angel, die bedragen zijn tussen de 7.000, 8.000 en 50.000 euro. Dat zijn zo de bedragen per productie die we nodig hebben. De meeste kortfilms en documentaires is een vergelijkbaar bedrag, soms zelfs nog wat minder. Dus we hebben daar in april, denk ik, of mei, vijf projecten online gezet. Die zijn alle vijf al gefinancierd en we starten nu met een nieuwe ronde. Dus je voelt dat. Maar die beleving, in het geval van die kortfilms, hoe brengt dat ooit op? Daar is het model is daar een stukje anders. Dus je hebt in crowdfunding verschillende modellen. In het geval van Sonic Angel hebben we heel veel gewerkt met wat men fanshares noemt. Hè. Dus je nam voor 10 euro kon je eigenlijk een soort aandeel, we noemden dat een fanshare, kopen. En dat was eigenlijk, je kreeg dan, op het moment dat het album af was, kreeg je de volledige download van het album. Dus in de hoofden van de mensen is muziek eigenlijk psychologisch naar 10 euro geëvalueerd. Hè. Spotify is 10 euro, iTunes album is 10 euro, dus de psychologische prijs ligt bijna op 10 euro. We hebben dan ook 10 euro als een fanshare en je kreeg daarvoor de download van het album, je kreeg wat extra content en uitnodigingen. En dan gingen we de winst om de 6 maanden berekenen en daar kreeg je een proportioneel deel van. In het geval van Tom Dice is ondertussen al nu 3 keer uitbetaald. Ik denk dat het 2 keer 34 euro is, dat we per 10 euro hebben terugbetaald. Dus dat is beter dan de gemiddelde rendementen. Voor muziek was het oké, maar dus voor die kortfilms, hoe krijg je daar ooit iets van winst uit? Dat is wel de bedoeling als je participeert. Nee? Stuk, zelf ook niet in muziek zal het ook niet altijd zo hoog zijn. Hoor. Tom Dice is het voordeel. Is inderdaad een aantal exceptional. Waar dat beperkter in is. En in film is het andere model. Daar kun je eigenlijk een aantal producten op voorhand kopen. Van getekende dvd's tot een rol in de kortfilm, tot een dag op de set. Okay. Dus dat is een ander model. Ja. Angel Me, startende bedrijven. Ja. Het is momenteel heel moeilijk, hè, voor startende bedrijven. Zaaikapitaal, het is eigenlijk zo goed als niet meer aanwezig op dit ogenblik. Moeilijk heel toch, moeilijk, ja. Niemand durft iets te doen. Die mensen hebben geld nodig en daar gaat u nu voor zorgen. Hoe werkt het? Want het is wel risicovol, hè? Start een bedrijf. Hoe ga je mensen overhalen om daar geld in te steken? Wij gaan er niet alleen voor zorgen, maar we hebben een oplossing die alleszins voor een aantal bedrijven wel een mogelijkheid betekent. Dus in die mate, wat gebeurt er? Zoals u zegt, er is moeilijk zaaikapitaal. Het echte startkapitaal voor beginnende bedrijven, zeker voor jonge ondernemers, dat blijft een stukje moeilijk. En dus wat we daar gaan doen is hetzelfde concept van een muziek en film. Dat is dat er een online presentatie gebeurt van het bedrijf en dat mensen vanaf een microfinanciering, eigenlijk, vanaf een bepaald bedrag, kunnen bijleggen aan de financiering ervan. En daar heb je twee mogelijkheden in. Dat kan in een soort voorverkoop van producten zijn en dat kan in een soort aandelenconstructie zijn. Moet je minimum inbrengen om aandeelhouder te worden? Ja, wat wij gaan doen is, we gaan producten of inbreng vanaf 25 euro doen. Dus dat is echt wel laagdrempelig. Ja. En als je ziet dat, als we nu kijken over de voorbije 2 jaar op het muziekstuk, zitten we toch aan een gemiddelde investering van een fan in een artiest van bijna 70 euro. Wat veel meer is dan die 10 euro die wij bijna hadden ingeschat. Dus ik denk dat er wel heel wat potentieel ligt. Oké, 70 euro, 100 euro, maakt niet uit. Hoe weet ik dat ik die 100 euro terugkrijg? Het is dus risicokapitaal. Hè. Dus, ja. Het kan echt wel mislopen. Hè? En de kans dat het misloopt is redelijk groot ook. Risicokapitaal is risicokapitaal. En daar willen we ook heel duidelijk in zijn. Hè. Je start hier je hebt hier te maken met beginnende bedrijven. En hoe kan je je geld terugkrijgen? Afhankelijk van hoe dat je investeert. Het kan zijn dat je het product investeert, dan krijg je het product op het moment dat het gefabriceerd wordt. Dus daar is het een vrij makkelijke afhandeling. Als je gaat over risico-investering, dat is dat als er dividenden betaald wordt, als het bedrijf verkocht wordt, als er een kapitaalsverhoging of dat naar de beurs gaat. Dus er zijn een aantal wat men dan de exit-mogelijkheden noemt. En dat zijn de mogelijkheden daar rond. Hè. Ja. Ja. En wat doe je nu met een bedrijf dat faalt, dat er niet in slaagt om te doen wat het moet doen?
Ja, wat doet Angelmeet daar dan mee? Wat is jullie plan daarmee? Want dat gebeurt wel. Hè? Ja, ja, wij zijn de facilitator tussen de twee. Hè. Dus wij zijn niet de eigenaar van het idee of van het product. Dus wij brengen een stuk de ideeën en de investeerders samen. En dan, ja, er zullen bedrijven zijn dat een groot succes gaan worden, maar er zullen er ook zijn waar het heel moeilijk gaat lopen. Daar moeten we ook heel realistisch voor zijn. Waar ik denk dat het een heel goede oplossing voor biedt, is dat je op dit moment zie je eigenlijk een aantal golven in het hele ondernemerschap. Je hebt een aantal jongeren die echt wel willen ondernemen. Davy is er nu één van, dat is een uitzonderlijk geval. Hè. Maar die zou bij u eigenlijk heel moeilijk hebben, want crowdfunding dat gaat tot 100.000 euro in België. Hè? Ja, dat kan je organiseren voor 100.000 euro. Ja. Ja, met 100.000 euro was je er niet geraakt. Nee. Oké. Okay. Dus jij moest heel wat meer geld hebben. Heb je ook gedaan. Ja. 1.250.000 dollar. Mm-hmm. Vooral bij Vlaamse investeerders? Ik denk dat dan 70% van Vlaamse investeerders was. Ja. Om iets ginder te gaan oprichten. Ja, in voor inderdaad. En dat is binnengekomen in februari. Mm-hmm. Hoe ver staat het daarmee? Wat heb je daarmee gedaan? Wel, een groot deel van het budget wat we momenteel uitgegeven hebben, is naar ontwikkeling gegaan. We hebben gedurende dit jaar het productplatform volledig van de grond op opnieuw gebouwd. Om echt aan de vraag te kunnen voldoen van de grotere bedrijven die daar met heel veel mensen op zitten. Om ook heel grote volumes aan te kunnen. En daar hebben we natuurlijk ook gewoon geïnvesteerd in dagelijkse werking. Mensen in dienst nemen. En alle processen opstarten. We hebben er natuurlijk nog wel een heel stuk van over wat we gaan gebruiken voor de komende maanden om Tutspark te laten uitgroeien. Tot wanneer kan je het trekken? Ik denk dat wij nog makkelijk een klein jaar verder kunnen met het huidige budget. Op voorwaarde dat we totaal geen nieuwe verkoop zouden doen. Maar dat is natuurlijk niet het plan. Hoe bedoel je dat juist? Moest het zo zijn dat wij vanaf vandaag tot de zomer geen enkel product zouden verkopen, dan lopen we natuurlijk gelijk een ander bedrijf zonder geld. Maar we zijn momenteel het product aan het verkopen en alles ziet er wel goed uit. Dus welke klanten heb je al binnengerijfd? Dus onze eerste klant die we hadden was Tribal DDB voor Volkswagen. Dat was natuurlijk direct een mooie opstart. Dan in Amerika hebben we bedrijven zoals MediaTemple, wat een hostingbedrijf is. En dan een heel tof ook is Mailchimp. Dat is hier niet zo gekend. Maar dat is een e-mailmarketingbedrijf om op grote volumes e-mails uit te sturen. En zulke bedrijven hebben toch wel heel veel nood aan dit soort van online communicatie. Ja, maar jij richt je ook, dat geloven jouw investeerders toch, op de top 500 van de Verenigde Staten. Inderdaad. Die heb ik nog niet gehoord. Nee, we zijn wel met een heel hoop van die bedrijven aan het praten. En zelfs al een heel late verkoopstadia. Het enige nadeel natuurlijk van business-to-business sales is dat de verkoopsprocessen veel langer zijn. Momenteel zijn we wel een vendor review voor enkele van die grote bedrijven. En we hopen tegen het eind van dit jaar een paar van die contracten gesloten te hebben. Ja, en dan ga je er iets over zeggen. Absoluut, dan gaan we een mooie pressrelease uitsturen. Met wie praat je nu? Daar kan ik niet te veel van blootgeven, maar het zijn een paar van de hele grote banken in Amerika, luchtvaartmaatschappijen en dergelijke. Ja. Stel dat dat nu niet lukt, wat dan? Dat zijn verschillende opties en het hangt er vanaf wat je verstaat onder niet lukken. Dat er geen contracten binnenkomen, enfin, dat er geen contracten getekend worden tegen, laten we zeggen, januari. Mm-hmm. Dan gaat natuurlijk als wij geen enkel contracten meer binnenkrijgen, wat totaal volgens mij onmogelijk is, aangezien van hoe snel we vooruit aan het gaan zijn. Maar moest dat het geval zijn, dan moeten we naar andere opties gaan kijken. Gaan we een nieuwe kapitaalronde starten? Moeten we iets veranderen aan ons product? Moeten we iets veranderen aan onze werking? Ja, maar dat kost ook natuurlijk veel natuurlijk, wel... elke keer opnieuw als je moet veranderen. Ja, inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel de worst case scenario dat je nu aanhaalt. Ja. Maar daar hou je toch rekening mee. We hebben hier een schitterende foto van jou op je kamer. He, dus die kamer met een uitzicht op een muur. Mm-hmm. He, dus daar zit jij, in Silicon Valley? Daar zat je. Oké. Ondertussen zit jij... Momenteel heb ik toch wel mijn eigen appartement. Je bent erop vooruit gegaan. Ja, schitterend, dat is goed. Maar de cash burn gaat dan wel sneller aan. Ja, als jij een mooier appartement hebt, dan wil dat zeggen dat het wat sneller vooruit gaat. Nee? Het is een studio, dus het is nog altijd heel beperkt. Oké. Maar... jij als kleine onderneming, want laten we wel wezen, dat is ook zo, moet opboksen tegen een enorm grote concurrent. Want er zijn er nog die doen wat jij doet en die er vaak ook veel meer cash voor genereren. Hoe kan jij blijven opboksen tegen die mensen? Dat is een kwestie van jou te diverseren in de markt.
Wat je ziet over de voorbije 2-3 jaar is dat sociale media is heel hard opgekomen. En binnen grote en kleine bedrijven hebben ze dan sociale media ontvangen en dan naar marketing toe geduwd. Van kijk, we kunnen hier reclame op uitsturen, we kunnen hier fans en likes en retweets en al die leuke termen uithalen. En dan merk je toch wel dat heel veel grote spelers op de markt zijn gekomen en het groot deel van de markt genomen hebben. Nu, over die voorbije jaren, en ik zou zeggen zelfs in het laatste jaar, is er iets aan het gebeuren wat wij in ons bedrijf de shift noemen, waarbij een heel deel van die online communicatie van marketing aan het verschuiven is naar customer service, naar klantendienst. Omdat het is niet meer gewoon het broadcasting medium waarbij bedrijven heel veel informatie uitsturen, maar de klant begint effectief terug te praten. We hadden een meting gedaan bij een van onze klanten en per marketing tweet dat zij uitsturen, kregen zij 10 tot 12 vragen terug van klanten. Mm-hmm. Dus als zij zegt van we hebben nu deze nieuwe promotie, ja dat is leuk, maar hetgeen wat ik vorige maand bij jullie gekocht heb, dat werkt niet. En dan zegt de marketeer natuurlijk, oh ik hou mijn hand hier vanaf, hier moet ik niet op reageren. Dus waarin wij ons diversifieren is dat heel het platform van Twitspark gebouwd is in een manier... Wel, wat wij gedaan hebben is gekeken van hoe zit callcenter software in elkaar en hoe kunnen we dat bovenop sociale media leggen in de plaats van te kijken hoe zit marketing in elkaar en hoe gaan we dat op sociale media toepassen. En doordat wij ons echt volledig focussen op communicatie met de klanten, hebben wij ons toch wel sterk kunnen diversifieren. En er is niemand zoals jij? Er zijn sowieso spelers in de markt die gelijkaardige dingen aan het doen zijn, maar ik durf wel zeggen dat we een van de sterkste spelers zijn. Want, en waarom durf je dat zeggen? Omdat wij onze concurrenten heel hard bekijken. En wij zijn dagelijks ook in verkoopsprocessen met verschillende bedrijven en wij horen ook hun feedback en zij testen onze producten ook uit. En, ja. Als je er elke dag in zit, dan weet je uiteindelijk wel hoe de markt ineen zit. Twijfel jij nooit eens aan jezelf als je daar in je mooie studio zit? Ik denk dat ondernemers een beetje krankzinnig zijn in de zin van ze zetten hun doelen ergens op en zijn stevast overtuigd van wat je gaat doen. Als je absoluut niet 100% overtuigd bent van wat je aan het doen bent, jij moet jezelf niet alleen overtuigen, maar je moet ook de mensen rondom je overtuigen. Dus je moet jezelf wel overtuigen? Nee. Bij wijlen. Zodra dat jij niet 100% overtuigd bent van wat dat jij aan het doen bent, moet je jezelf overtuigen. Wanneer je jezelf moet overtuigen, dan gaat het nog moeilijker worden om de mensen rondom je te overtuigen en je idee te laten geloven. En ik denk dat succesvolle ondernemers en de goede ondernemers zo een klik in hun hoofd hebben, waardoor dat zij gewoon voluit met volle passie achter hun idee kunnen en hun product kunnen staan. Ja. Als ik het zo hoor, dan moet je zo geboren worden. Dat kan je niet leren, ondernemerschap. Dat is een heel discussie. En, ik denk dat, Bart, wat denk jij? Ik denk dat de twee wel mogelijk zijn. Ja. Ja, er is veel discussie over. Hè. Word je als ondernemer geboren of kan je het leren? En het zal een stuk de twee zijn. En ik denk ook dat meer en meer het besef begint te groeien dat er wat meer ondernemers nodig zijn. Mm-hmm. Dus er is nu een hele discussie aan de gang van waar moet het bedrijfseconomisch model naartoe gaan. En daar voel je dat een stuk het debat over ondernemerschap te weinig gevoerd is geweest en ook te weinig leeft, als we nu specifiek naar België of Vlaanderen kijken, dat ondernemerschap leeft op een heel andere manier dan waar Davy nu zit. Als je afstudeert in Stanford of een van de universiteiten ginder, dan wordt iedereen daarna gepusht. Een ondernemerschap heeft een bijna heldencultus ginder. Moet niet altijd zo ver gaan hoor. Maar, je mag tegen de muur lopen zoveel je wilt, maakt niet uit. Hè, daar. Het maakt wel uit, maar men ziet iemand die tegen de muur loopt of die faalt, ziet men als iemand die ervaring opdoet en die dan de volgende keer weer terug beter gaat leren. Dat is geen eindpunt. Dat ligt hier wat moeilijker als je hier een keer faalt. Ik hoor toch regelmatig mensen die zeggen, ik heb een keer gefaald, ik heb een faillissement achter de rug gehad. Dat het dan heel moeilijk is om iets nieuws te gaan starten. En dat is iets dat we vanuit de verschillende geledingen gaan nodig hebben. Dat is vanuit bedrijfsleden, dat is vanuit het onderwijs, dat is vanuit de overheid. Ik denk dat we echt wel op zoek moeten gaan naar meer ondernemers, want dat ondernemerschap creëert jobs en op dat gebied, we hebben een beetje... Hoeveel jobs creëer jij? Als je nu kijkt wat we de laatste 2 jaar, we zijn een klein bedrijf in orde, maar we hebben nu 13 mensen vast in dienst hier. Hier in België? Ja, en dan, we werken wel vrij veel met freelancers, zeker alles wat rond de muziekbands draait. Maar wat ik interessant vind aan ons model, is dat het een stuk een multiplicator is. Dus we hebben een stuk directe tewerkstelling
Maar als het lukt wat we met Angel Me kunnen gaan doen, stel maar dat we evenveel projecten kunnen realiseren per regio dan we in muziek en film doen. Dat is ongeveer 20 per regio. Dat zowel muziekband is ongeveer 20, film zal ongeveer 20 op een jaar zijn. Als ik volgend jaar al, als we met ons team 20 andere bedrijven kunnen realiseren die ook weer een aantal mensen aanwerven, dat helpt in waar we naar op zoek zijn. Dat is een stuk het heropleven van de economie. En enerzijds moeten we alles doen om de jobs te behouden in de grotere bedrijven. We weten hoe moeilijk dat het is en ik denk ook dat het niet evident zal zijn om opnieuw grote bedrijven van 5.000 of 10.000 mensen direct in het land te krijgen. Maar we kunnen misschien ook 100 of 200 of 300 kleine bedrijven creëren. Dat ligt redelijk dicht bij onze KMO-mentaliteit. Ja. We zijn veel bezig met innovatie. Ja, dan ben je al snel in een beetje een start-up-sfeer ook. Ja, en Angelmi moet daarbij helpen. Hè? Dat kan er alleszins bij helpen. En, ja. En dat vult die nood op van een stukje gebrek aan risicokapitaal dat er is. Ook het feit dat er heel wat ondernemers zijn. Davy heeft nu ander soort kapitaal opgehaald, maar heel in het begin had hij daar wel mee geholpen kunnen zijn. Hij is nu een van de mensen die voldoende kapitaal heeft kunnen ophalen en het ergens anders gaat doen. Maar er zijn heel wat ideeën. Ik heb nog nooit zoveel... De hele ondernemersgoesting bij heel wat jongeren, die leeft echt. En niet alleen bij jongeren, ook bij mensen rond de 40. Je hebt heel wat veertigers die al een carrière achter de rug hebben, die zeggen, kijk, ik ga iets anders doen, dat perspectief is misschien niet wat het is. Plus, we kunnen hier eigenlijk het hele risicokapitaal naar de massa brengen en heel veel mensen laten participeren om daarna een aantal dingen mee te groeien. Dus het vult effectief een nood op die er is. Dat gecombineerd met de nood aan ondernemerschap, denk ik dat er wel heel veel kan uitkomen. En misschien nog één punt. Het hele crowdfunding-stuk... dat is een doel op zich. Hè. Dus de mensen gaan daar hun kapitaal mee ophalen, maar ze gaan er ook... Eigenlijk ga je de hele cyclus van hoe dat bedrijven functioneren omdraaien. En vroeger gingen we een idee uitwerken, hè, in het donkere kamertje uitkijken op de muur bijna. Dan gingen we dat maken, dan gingen we marketen en dan gingen we het naar de klanten gaan brengen. Wat we nu doen is die klanten eigenlijk in het hele bedrijfsproces betrekken. Vanaf het idee, financiering, het marketing, worden de klanten, de consumenten, een integraal deel van je hele bedrijfsproces. En dat is eigenlijk een heel interessante evolutie. De hele sociale media helpen daarbij om die communicatie heel makkelijk marketing te gaan maken. Marketing begint ook op die manier te werken. Hè? Meer van onderuit. Co-creation is een beetje het sleutelwoord of het modewoord vandaag de dag in de marketingwereld. Marketing, maar ook manufacturing, financiering. Je kunt het eigenlijk overal gaan doortrekken. En als het lukt waar we naartoe willen gaan met Angel Me, gaat dat op zich een aantal bedrijven zo kunnen lanceren. Maar het gaat ook een heel interessante instroom zijn voor anderen. We hebben het er straks gehad over banken die misschien minder risicokapitaal geven. En ik denk dat waar is. Maar wij gaan nu samenwerken ook met een bank die zeggen van kijk, we krijgen zoveel aanvragen. Hoe kunnen we op een bepaald moment nog analyseren welk idee goed is of niet? Maar als we hier door onze cyclus en we hebben een soort professioneel comité van mensen die zeggen oké, dat zijn goede projecten. En ze komen daardoor en de fans en de consumenten zeggen oké, we zitten in crowdfunding. Dat is een stuk marktvalidatie dat je hebt, wat eigenlijk heel interessant is. Je krijgt een directe feedback, waardoor dat het ook daarna voor banken of voor andere investeringsmaatschappijen eigenlijk een heel interessant inflowpiste is. Dat is echt van, kijk, oké, we gaan niet rechtstreeks misschien dat hoge risicokapitaal of die echte beginnende starters die ook veel begeleiding nodig hebben. En dat vacuüm, dat zouden we wel eens kunnen opvullen. Ja, oké. Okay. Ja. Nu, als ik jonge bedrijfsleiders hoor, jonge managers hoor, dan een thema wat iedere keer terugkomt is de work-life balance. Dan vraag ik mij af, jullie beiden, hoe doen jullie dat? Davy, hoe hard werk jij? Goede vraag. Nou, volgens mijn vriendin veel te hard. Ja, en wat is dat dan? Hoe moeten we die dag van jou zien? Doordat ons bedrijf op zo'n tempo aan het werken is, als je je herinnert, terug... 6-7 maanden geleden, in maart, was ik het nog op mijn eentje. En nu zijn we met bijna 10 mensen. Mm-hmm. Mijn dagtaken sinds maart tot nu zijn zo catastrofaal veranderd. En elke maand heb ik een totaal ander werkschema. Maar nu ook de voorbije maanden is er heel veel vluchten naar verschillende plaatsen in Amerika ook nog bijgekomen. Dus voor mij is het heel moeilijk om er effectief op te leggen van kijk, dit is wat ik elke dag doe. Soms zijn er natuurlijk wel van die dagen waarbij je een hele dag aan het werken bent en op het einde van de dag zoiets hebt van wat heb ik nu eigenlijk gedaan. Ja. Ah ja, oké. Zo van die dagen, ja. Oké. Inderdaad. Ja. Loop je nog? Zelden. Ik loop niet heel veel, maar ik probeer het terug te doen. Maar het is...
Ja. Ik heb keuzes. Ik moet keuzes maken als ondernemer. En je kiest voor het werk en? Ja, het familie, werk en gezondheid. Kies er twee. En de welke heb jij gekozen? Dus niet de gezondheid. Ja, maar ik probeer dat natuurlijk wel te verbeteren. Oké, Bart, welke keuzes zijn voor jou belangrijk? Ik heb er ook over geschreven een tijdje geleden dat dat de ding is, maar ik probeer niet te kiezen. Je hebt altijd een stuk het onevenwicht naar één van de anderen. Hè. Dat is nu eenmaal zo. Hij zit nu in de fase dat hij heel hard aan het werken is en het opstarten is. En op een bepaald moment zal er een gemis zijn naar een andere kant. En ik denk dat iedereen daar probeert zijn evenwicht in te vinden. En dat evolueert wel met leeftijd, met cyclus van het bedrijf, met ook wat uw persoonlijke situatie een stukje is. En ik heb het af en toe nogal moeilijk gehad om op te letten qua gezondheid en dergelijke. Hè. En jij bent dan gestopt met lopen. Ik ben dan begonnen met fietsen in het begin van een aantal maanden geleden. Ja? En ik heb dat wel nodig. Ja. Dat voel ik wel. Ja. Wat heeft jou dat bijgebracht? Of wat is er veranderd dan voor jou? Buiten de 15 kilo's die eraf zijn. ik heb dat ook echt wel nodig om even mijn hoofd leeg te maken. Ja, dat is wat sport bij mij ook doet. Ik heb er veel plezier aan. In het begin was dat echt wel afzien. En je bouwt ook wel wat dingen op die manier, vind ik. Ik was nu, ik denk dat een week of drie geleden is, voor het goede doel vanuit iMinds, dat is het voormalige IBWT. Ja, daar bent u voorzitter van. Ja, en er was er een fietstocht waarbij dat we de Telegraaf en de Galibier, nog twee nogal befaamde cols in de Alpen gingen opfietsen. En iedereen vertrok bij de eerste berg en ik heb eigenlijk niemand meer teruggezien tot de laatste 5 kilometer. En ik zal dat nooit vergeten, dat een aantal van de mensen eigenlijk al hadden opgegeven dat ik nog boven zou raken. En 5 kilometer voor het einde, toen ze naar beneden eigenlijk naar huis aan het fietsen waren, zagen ze dat ik nog altijd aan het klimmen was. En zijn die eigenlijk omgedraaid. Ja, zijn ze met een vier van de mensen zijn omgedraaid en zijn eigenlijk met mij mee naar boven gefietst. En dat is iets dat zal ik nooit meer vergeten, die foto's erboven. En hoe dat je ook ziet, dat ze een stuk willen stimuleren tot op het grapje af. Ik zal ook nooit vergeten dat op een bepaald moment men zegt van kijk Bart, het is nog een kilometer, kijk eens. Nee, niet kijken. Het laatste stuk is nogal stijl, maar dat is sport, hè. Dat is een stuk, het is goed voor gezondheid, het helpt je goed evenwicht te houden, Dave maar het is niet ook goed bezig. Hè. Dat komt wel terug. Oké, succes alle twee, Davy Kestens, Bart Beks, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Dit was het. Tot volgende week, zagen het er, dag.